De politieke partij DA91 heeft gisteren een paneldiscussie gehouden met als thema corruptiebestrijding. De nadruk lag op het financieren van politieke partijen en hun campagnes. Suriname kent namelijk geen wetten en regelgeving over de financiering van politieke partijen en hun campagnes. Tot nu toe hebben overheden gefaald om hierin verandering te brengen. Door de discussie op gang te brengen heeft de partij van Angelique del Castillo, Ali Hussein, geprobeerd inzichten te geven over onder andere de huidige mogelijkheden en hindernissen voor Suriname. Het panel bestond uit Jennifer van Dijk Silos, Winston Ramoutarsing en Wilfred Lewin. Van Dijk Silos en Ramoutarsing legden een link tussen de financiering van politieke partijen en corruptie. Waarom is het van belang dat de financiering van politieke partijen transparant moet zijn? Wanneer er een gebrek is aan transparantie zoals we dat nu in Suriname hebben, dat is gewoon, het is gewoon niet transparant. Je weet niet eens iets, want het is ook mogelijk dat er anonieme donaties zijn. Geen enkele politieke partij zegt van wie ze het geld kregen. Geen enkele geeft aan van welke bronnen het geld afkomstig is en op welke wijze het geld besteed is. En dit fenomeen dat we geen inzicht hebben in op welke wijze die partijen gefinancierd worden, welke wijze de campagne gefinancierd wordt, kan leiden tot corruptie. We gaan straks nieuwe leiders kiezen. Misschien wel dezelfde, misschien weer een hele nieuwe. En het is niet niks, want ik las ergens, Transparency International, zegt 40% van de landen in de wereld hebben dat niet. Die hebben geen democratische verkiezingen. Die hebben andere manieren van leiderschap. Die kunnen niet vrij hun leiders kiezen. Wij wel. Alleen is het veld wel even gelijk voor alle politieke partijen. Is er sprake van een level playing field waar eerlijk met argumenten en emotie en alles het volk eerlijk kan selecteren de beste leiders voor haar voor de komende zoveel jaren? En u kent het antwoord al. U kent het antwoord, het veld is erg ongelijk. Volgens DA91 heeft de media een grote rol in de bestrijding van corruptie. Daarom hield journalist Lewin ook een presentatie op uitnodiging van de partij. Hij vergeleek de Surinaamse wetten met andere landen. Nederland is een wet dat specifiek heet financiering op politieke partijen. Dat is de wet van 3 maart 2013, dacht ik. En daar is specifiek aangegeven hoe financiering van politieke partijen moet plaatsvinden. En wat ik mooi in die wet, in de Nederlandse wet vind, is dat het niet alleen op aankomt van het financieren van politieke, het subsidiëren van politieke partijen, maar het geeft ook aan wat is een politieke partij. Waarom moet een politieke partij voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie? Wat zijn de criteria, wat zijn de normen? En belangrijk ook, wat ook is gezegd, hoe moet de verantwoording van het geld plaatsvinden? Ik dacht in 2018 was het 17 miljoen euro. Bestemd voor politieke partijen. En daar is er iets dat ze hebben van alle politieke partijen die in de Tweede Kamer zitten. En toch ook in de Eerste Kamer, die worden gefinancierd. Journalist Wilfred Lewin, gisteren bij de paneldiscussie van de politieke partij DA91. De discussie ging over de financiering van de politieke partijen in Suriname.